Beste vrienden, Paramaribo groet u met een groot tapiki brasa, straight from the heart en puur natuur, waar u zich ook mag bevinden op de wereld. U weet het, we houden van u en wij houden van elkaar. En als we het beter willen hebben, dan moeten we beter doen. We weten het, wat we zullen zijn, is wat we van onszelf hebben gemaakt. En met name zeg ik dat aan Suriname. Het geldt voor iedereen, maar ik zeg dat aan Suriname. Beste vrienden, brasa u srefi, brasa u kompe en zegen uw kinderen. We hebben vandaag als gast Ashwin Ramcharan. En de man zit ergens in Nederland en heeft speciaal tijd uitgetrokken voor Suriname. Laten we eerlijk zijn, deze man is constant bezig met Suriname. En hij is van beroep bedrijfskundige. Hij is een registerauditor. Maar wij willen ook weten wat dat nou precies is. Je weet, we hebben alle mensen in ons programma, Ashwin. We hebben niet alleen maar deskundigen, maar ook mensen die gewoon iets willen opsteken van de dingen die we ze aanbieden. Dus leg ons uit, wat is een auditor? Maar eerst, welkom in ons programma. Ja, bedankt Paul. Vrienden, familieleden, luisteraars. Ook leuk om er weer te zijn. Nou, we gaan vandaag met Paul een aantal punten behandelen. Ik heb de vorige keer heb ik niet stilgestaan bij het vertellen wie ik ben. Nou, ik ben Ashwin Ramcharan. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Ik woon en werk in Nederland. En daarnaast ben ik ook nog gepromoveerd. Ik hou alles bij in de wijde wereld, maar ook vooral gericht op Suriname. Ik heb jarenlang artikelen geschreven toen ik nog wat jonger was. En sinds deze regering is aangetreden, vond ik het ook weer nodig om betrokken te zijn bij het schrijven en het denken over de ontwikkeling van Suriname. Nog meer omdat ik natuurlijk als schrijver van het boek van Santokki, de biografie van hem, natuurlijk ook net als velen van u, had gedacht dat we een andere wind zouden krijgen in Suriname. Helaas is die wind uitgebleven. Het is tot nu toe geen frisse wind gebleken, zoals we dat ook hebben gemerkt met de stakingen die tot 2 maal toe hebben plaatsgevonden en nu ook zijn geëscaleerd op 17 februari. Nou, we zouden kunnen zeggen dat het een gepasseerd station is met deze president, maar ik denk dat de gelederen ABOP en VHP daar anders over denken. En dus zullen we het voorlopig nog moeten accepteren. En moeten toekijken hoe deze regering van plan is het schip te keren. Want dat het schip de verkeerde kant opvaart, dat is duidelijk. Maar... Dus ja, Paul. Dus, ja, fantastisch. Ja. Maar luister nou. Je bent een financiële expert. Zo mag ik het noemen. Je valt wat mij betreft onder de categorie integer, deskundig en professioneel. En mijn grote vraag, want wat er nu gebeurt in Suriname, los van Santokki, is natuurlijk al een hele tijd aan de gang. Wij kwakkelen, we zijn een chaos, we zijn broeia, we weten niet hoe dat ding moet doen. We vallen van het ene financiële debakel in het andere financiële debakel. Mensen trekken hun haren uit de hoofd. Het komt natuurlijk naar buiten bij de kleine man die helemaal het niet meer ziet zitten. Het laat zich zien in protesten, met name 17 februari. Mensen weten het niet meer. En dat allemaal wordt natuurlijk ook gedirigeerd vanuit een falend financieel beleid van de hele regering. Laat me een lastige vraag aan je stellen. En ik hoop dat je het op zodanige manier vertelt dat we het allemaal kunnen begrijpen. Ashwin, wat is er volgens jou aan de hand met die financiële wereld van Suriname? Ja, nou Paul, om heel kort te antwoorden op die vraag, en dan ga ik er wat uitgebreider op in, is dat een klein deel van de Surinamers het eigenlijk voor het zeggen hebben als het gaat om hoe de economie van Suriname moet draaien. Dat betekent, een economie heeft natuurlijk geld nodig, heeft mensen nodig om
spullen te kunnen produceren die dan naar het buitenland geëxporteerd kunnen worden. Met als resultaat dat er dan inkomen gegenereerd kan worden voor het land. Maar je kunt ook een land, laten we zeggen, een importjunkie maken. En dat is dus eigenlijk, een junkie is iemand die verslaafd is, gewoon structureel verslaafd is en dus niet meer kan zonder drugs. Nou, Suriname is niet drugsverslaafd, maar Suriname is importverslaafd. En deze importverslaving heeft eigenlijk zijn roots gevonden in de hoofdstad. Toen op een gegeven moment de onafhankelijkheid kwam, zijn er handelaren ontstaan die alleen konden leven van de import. En dat waren vooral de mensen die in Paramaribo woonden. In de districten, Saramaca, Kommewijnen, Nikeri en dergelijke, toen was er nog een suikerrietplantage in Kommewijnen, werd er geproduceerd op lokaal grond, dus in Suriname. En die producten werden toen geëxporteerd. Rijst wordt nog steeds geëxporteerd. Groente uit Saramaca wordt nog steeds geëxporteerd. Helaas wordt er nu geen suiker meer geëxporteerd, want dat is gewoon systematisch vernietigd. Dus wat je krijgt is dat Suriname een land is geworden die te weinig zelf produceert om te kunnen exporteren. Dus eigenlijk zijn verdiencapaciteit, de verdiencapaciteit van Suriname, is gewoon belabberd tot nul. En de uitgaven van Suriname aan de export, dus het betalen van die de uitgaven aan de import, het betalen van die importdrugs, hè, dus het importeren van bruine bonen uit Nederland, kip uit Amerika en allerlei andere dingen uit China, dat heeft nu gemaakt dat de prijzen van de import zo laag zijn dat je eigenlijk lokaal niet meer kunt produceren om een voordeel te behalen. Dus het produceren lokaal, ik geef een voorbeeld. Stel dat je nu een potje bruine bonen in Suriname zou willen produceren. Dan zou je dus eerst land moeten hebben, je zou het moeten bewerken, je zou machines moeten hebben, je zou die bruine bonen moeten planten. Die zouden weer vervolgens geoogst moeten worden. Dat hele proces tot aan die bruine bonen in die fles, dat is veel te duur om zelf te doen. Dus wat doet men? Heel gemakzuchtig. Men importeert dat uit het buitenland. Dus nou, dit, ja. Het is een. We hebben geen concurrentiepositie meer. Dus je kiest het goedkoopste en het makkelijkste. En dat is het importeren. Oké? Okay? Ja, dat is het importeren. Nou, en zo zijn er dus in de Surinaamse economie importkartels ontstaan. Dus we hebben het niet over de drugskartels die exporteert. Nee, we hebben het over de importkartels die importeren. Neem nou bijvoorbeeld het olieimportkartel. Dus Suriname produceert zelf olie, maar we importeren olie. Gas wordt ook geïmporteerd. Nou, deze, en natuurlijk de goederen waar ik het net over had. Dus kip uit Amerika, bruine bonen uit Nederland, Colgate uit Nederland, Pampers, van alles. Hè? Dus je hebt dus eigenlijk daarvoor valuta nodig, want niemand accepteert SED's in het buitenland. Als je naar Amerika of zo gaat om kip te kopen, dan is je SED niet geaccepteerd. Dus je moet daar aankomen met US dollars of met euro's. Nou, wat gebeurt er? Op dit moment weten we allemaal dat Suriname gewoon niet voldoende euro's en dollars heeft. Ja? Dat weet die elite, weet dat natuurlijk ook, die handelselite. Dus wat doen ze? Ze maken er gretig gebruik van. En omdat ze ook de politieke partijen financieren, kun je je voorstellen, Paul, dat zij eigenlijk nog machtiger zijn dan die politieke partijen. Want de politieke partijen zijn dus eigenlijk ook een vorm van junkie gedrag gaan vertonen. Hè? Want zij zijn weer verslaafd geworden aan die importeurs. Die importeurs zijn de pushers. Die geven die politieke partijen drugs. En die politieke partijen die blijven aan hun lippen hangen. Omdat ze afhankelijk zijn van, van het geld voor de partijfinanciering. Dus dit is iets wat het volk natuurlijk in Suriname al heel lang ziet. Maar dit is het geval. Dus ik ben geen communist. Ik ben geen socialist. Ik ben ook een kapitalist. Ik heb ook een bedrijf in Nederland. En ik ben ook een zakenman. Maar het gaat erom dat je in principe gewoon eigenlijk geen normaal kapitalisme in Suriname hebt, waarbij vraag en aanbod de prijs bepalen en waar iedereen gewoon een flinke boterham kan verdienen. Dit zijn dubbele whoppers, triple whoppers die verdiend worden, ten koste en eigenlijk door uitbuiting van het volk.
Ik geef een concreet voorbeeld van hoe de elite zijn dingetje doet. Er is een contract afgesloten om gas te leveren aan EBS. We weten ook, Paul, en vrienden en familieleden, luisteraars, dat de Mawas gaf als subsidie af tap stroom. De Mawas gaf als subsidie af tap gas. En dat de Mawas gaf als subject subsidie. Oké. Maar wat men niet vertelt is dat die gas en die olie waar ze nu die subsidies op afschaffen en het volk voor moet betalen, dat er heel veel geld eigenlijk, zonder dat iemand het ziet, wordt betaald aan die bedrijven die die gas en olie importeren. En dit zijn roofwinsten. Dit zijn roofwinsten. Dus dit zijn winsten die eigenlijk ten koste van het volk gaan. En het volk moet nu betalen omdat de subsidies afgeschaft worden. Maar niemand kijkt naar de contracten van die importeurs die afgesloten zijn met EBS. Ik geef een voorbeeld. 1 gallon gas kost 50 cent. Ja? Als de overheid dat rechtstreeks zou kopen in het buitenland, zou het 50 cent kosten. Met invoer, laten we zeggen met vrachtkosten, iets meer 55 cent. Maar er is afgesproken in het contract met de leverancier van de gas in Suriname, dat die partij 65 cent erbij mag optellen. Dus ik zal even de cijfers, want ik heb het hier. Ja, dus er is 50 cent kost die gas in het buitenland, als de overheid het recht is, als jij het zou gaan kopen of ik het zou gaan kopen. Maar de partij die het importeert, die mag van de overheid, dat staat in het contract, nog eens 75 cent erbovenop tellen. Daarnaast mogen ze ook nog rentekosten rekenen. Dat is ongeveer 6 cent. Dus we hebben 50 cent plus 75 cent, dat is 1,25. Plus nog eens 5% rente op die 1,25. 1 US dollar 25 cent. Dan kom je dus op ongeveer 1 US dollar 31 cent. Met andere woorden, deze partij maakt dus 162%. Niet 5, niet 10, niet 20%. 162% winst over de ruggen van het volk. En dan wil deze regering witte voetjes maken bij IMF. Door te zeggen, kijk eens hoe braaf wij zijn als regering. Hè? Wij schaffen de subsidies af op gas en olie. Maar de bron is inderdaad die import pusher. Hè? Dus die partij, die elite, die miljoenen per jaar hieraan verdient aan dit burgcontract, dit roverscontract, dat ooit afgesloten is, let op, onder vorige regeringen, dus niet deze regering. Maar deze regering kan er wel degelijk wat aan doen. En je kunt wel, kijk, je kunt op twee manieren naar deze zaak kijken. Je kunt zeggen van ja, maar het is een afspraak, want het is per contract afgesloten. En een contract moet je als land gewoon honoreren. Je moet daar niet aan komen, want dat is de netheid in het zaken doen. Maar je kunt ook de zaak van een andere kant bekijken. Suriname zit nu in een schuldencrisis. Er worden veel offers gevraagd van het volk. Dus dit contract is sociaal gezien, sociaal-maatschappelijk gezien. En asociaal. Asociaal. Het is asociaal. Inderdaad. Dus voordat deze regering zegt, we gaan de subsidies op gas en olie afschaffen, wat natuurlijk voor de lange termijn goed is, is het ook belangrijk om te kijken naar dergelijke wurgcontracten die de elite, de zakenelite, de roofkapitalisten in Suriname, afsluiten en hebben afgesloten met de regering. Zolang dat niet gebeurt, Paul, zal het volk verder verarmen zonder het door te hebben. Volgens mij zijn er wel mensen die het nu doorhebben, zoals Bakito. Het begint. En gelukkig zijn er mensen die dan deze informatie publiekelijk maken, waaronder ik en jij en andere media kanalen, om het volk uit te leggen van kijk, jullie worden omringd door een groepje kapitalisten, roofkapitalisten, die het land eigenlijk aan het uitmelken zijn op allerlei manieren, terwijl uw kind zonder melk naar school moet. We moeten hier een einde aan maken. Het kan niet zo zijn dat je van het volk vraagt om offers te brengen, subsidies afschaft, om witte voetjes te maken bij IMF. IMF
heeft eigenlijk alle autonomie van de Centrale Bank van Suriname weggenomen met hun komst. Ze zeggen wel van ja, maar het is een Surinaams programma en wij kunnen bepalen wat we doen en dergelijke. Deels waar, maar het feit is wel, door de komst van IMF is het volk gewoon nu aan het verarmen, omdat deze regering witte voetjes moet maken bij IMF, anders krijgen ze hun geld niet en dan kunnen ze weer niet gaan racen en dan kunnen ze geen dure auto's betalen en al het personeel wat nodig is om in die auto's te rijden. Dus we moeten echt nu gaan begrijpen als volk dat voordat er een subsidie wordt afgeschaft, het volk moet eisen en de volksvertegenwoordigers moeten eisen dat er inzicht is in hoe die prijsopbouw is van een bepaald product. In dit geval van olie en gas. Want er zijn dus, zoals ik net zei, wurgcontracten die asociaal zijn. Helder, helder. Luister nou. Er is veel meer aan de hand. Want je neemt nu het voorbeeld van de EBS, NVEBS, elektriciteitsbedrijven Suriname. Maar dit is slechts een voorbeeld van wat zich afspeelt in de hele roofkapitalistische top. Ja. En ik denk dat mensen hun armoede voelen, maar ook weten nu van hé, er gebeurt iets wat niet klopt. En dat triggert mensen om de straat op te komen. En dan schrikken we even en we beginnen met dialogen en dergelijke. Maar al dit zijn goocheltrucjes, want je komt er niet uit zolang je dat ding niet aan de wortels vastpakt en het gaat uitroeien. Nu is het zo, en dat weten we met z'n allen, dit is niet iets wat bij Santokki is begonnen. De regeringen hebben zich schuldig gemaakt daaraan. En het probleem van ons Suriname is dat wij persisteren in deze ellende en dat geen enkele regering nog heeft gedurfd om te zeggen van luister nou, dit kan niet, want ik kies voor het volk. De conclusie, korte conclusie die ik maak, is dat eigenlijk geen enkele regering is voor het volk, want geen van al hebben ze gekozen voor het volk. Want op het moment dat je kiest voor het volk, dan wil je dat het volk het beter heeft. En dan kies je niet voor de roofkapitalisten die jouw politieke partij in stand houden, maar daarmee het volk verarmen. Ik denk dat dit een verschrikkelijke enge situatie is waarin we met z'n allen in Suriname verkeren. Er moet verandering in komen. Ja, zeker Paul. Kijk, ik gaf net het voorbeeld van EBS met het gaswurgcontract eigenlijk. Dat asociaal contract waar we het over hebben gehad. Maar hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor de kunstmestkartel. Hè? Dat is ook een kartel van importeurs van kunstmest. Nou, kunstmest kun je in principe voor een, net zoals bij de gasdeal, kun je voor een schappelijkere prijs kopen dan waarvoor het in Suriname wordt verkocht. Dus met andere woorden, ook daar zit er een kartel achter die zichzelf over de ruggen van het volk verrijkt op twee manieren. Door de hoge kunstmestprijs is de prijs van rijstproductie in Suriname natuurlijk hoger. Dus de Surinamer, jij en andere Surinamers, ik eet ook Surinaams rijst in Nederland, de rijstprijs van Suriname zou in principe concurrerender kunnen zijn. Dus voor de Surinamer zou rijst goedkoper moeten kunnen zijn als de kunstmestprijs lager is. En voor de boer zou dat natuurlijk fantastisch zijn, omdat die sowieso kan concurreren op de wereldmarkt voor rijst. Dus ook de export van rijst uit Suriname zou kunnen toenemen, met als het voordeel dat je natuurlijk valuta binnenkrijgt als overheid, om vervolgens weer andere dingen te betalen die belangrijk zijn, zoals medicijnen, waar ook altijd een probleem mee is. Hè? Ja. Dus je ziet dus dat er gevolgen zijn door dit roofkapitalisme, die doorwerken in de samenleving, in verschillende sectoren. En zo zullen er meerdere sectoren zijn. Maar de rijstindustrie wordt dus eigenlijk ook vernietigd en klein gehouden door de kunstmestkartel. En ik heb net al het voorbeeld gegeven van het gaskartel, gas- en oliekartel, die ook problemen creëren. Dus zo zijn we eigenlijk. Zo is een kleine groep Surinamers, of misschien hebben ze niet eens een Surinaams nationaliteit, zo zijn een kleine groep kapitalisten in Suriname het land aan het leegroven op een systematische,
gestructureerde, met contracten gelardeerde, dus op basis van contracten, slimme contracten, zijn ze het land aan het uithollen. En dit is niet van vandaag terecht, zoals je dat zegt. Dit is achtereenvolgens bij verschillende regeringen gebeurd. Ook de regering Venetiaan heeft contracten gesloten waar Suriname nog steeds aan vastzit. Nou, veel luisteraars die hebben geluisterd aandachtig en hebben opgelet, die zullen zich dan afvragen, maar meneer Amsharan, hoe los je dit dan op? Nou, het is belangrijk dat al die lozi-commissies die de president opricht, meteen van tafel geveegd worden en er een commissie komt om een prioriteitenlijst op te stellen van kostprijzen die wij gaan uitrekenen met elkaar in Suriname. He? Dus we moeten de kostprijs uitrekenen, alle contracten moeten op tafel, alle partijen moeten al hun contracten inleveren en dan gaan deze slimme jongens en meisjes, die keurig netjes betaald worden door de president, want hij betaalt ook andere lozi-adviseurs, deze moeten netjes betaald worden. Het moeten vooral lokale mensen zijn die integer geacht worden. Die moeten al deze contracten gaan doorspitten. Als je een contract kunt verbreken met een boeteclausule, dan zul je dat moeten doen. Je moet dan kijken, wat kost die boete? Is het lonend om die boete te betalen om van het wurgcontract af te komen? En dan sluit je een nieuw contract af. En dit is iets wat mensen die nu luisteren naar mij, dit moeten ze gaan vertellen aan al die DNA-mensen. Ze moeten eisen dat die DNA-leden dit opeisen. Het is natuurlijk, het gaat veel stof doen opwaaien, want die snoepen natuurlijk ook lekker mee. Want ik gaf net al aan, dat geld gaat ook naar die partijen toe, wat deze partijen dan wurgen uit de Surinaamse samenleving. Maar dit zijn de dingen waar we aan moeten denken wanneer we het land systematisch, het systeem Suriname, dat nu verrot is, als we dat enigszins willen verfrissen. En als we het volk een eerlijk verhaal willen vertellen. En daarom zeg ik, Paul, degene die in 2025 deze punten systematisch weet te adresseren op het podium, die gaan de verkiezingen winnen. Want het volk gelooft de oude partijen niet meer. Het volk gelooft niet dat de zittende orde in staat is om die contracten te bestuderen, open te breken en nieuwe contracten aan te gaan. Nee, dat gelooft het volk niet meer. Want het volk is elk moment van de dag en de nacht bedrogen. En de vraag, wat jij stelt, is helder. Contracten openbreken en kijken, vergelijken. Wat zijn de boeteclausules? Moet ik die betalen? Is het niet eerlijk om die boeteclausules te betalen en een nieuw contract te sluiten? Dat zou, ja, maar. Ashwin. De regering zelf, die heeft die lijntjes naar die roofkapitalisten. Eigenlijk houden deze kapitalisten die regering in stand. Dus wanneer je contracten gaat openbreken, dan betekent het dat je komt aan jouw afspraak onder de tafel met dezegene. En dat gaan ze niet accepteren en ik denk niet dat deze president tijdens deze regeerperiode, hij komt niet meer, maar goed, deze president, in staat is om het te doen. Want de koers die hij tot nu toe heeft gevaren, 2,5 jaar, die duidt niet op een vooruitgang van Suriname, maar alleen op een verdere uitbuiting. En daarvoor gebruikt hij dat roofkapitalisme om het volk uit te buiten. De mensen zijn boos. En de mensen gaan boos blijven en teleurgesteld blijven. Want Satoki brengt geen verandering. Ik vraag mij af. Je noemt de parlementariërs. Hè? Wij gaan ervan uit dat wanneer je in deze democratie die we hebben parlementariërs zet om ons te vertegenwoordigen, dat ze de kant kiezen van het volk dat ze daar heeft gezet. Maar dat is niet zo. Die parlementariërs kiezen het volk de kant van hun partij. Dus je hebt in Suriname een verschrikkelijke ellende en die heet partijpolitiek. We hebben het niet over nationale politiek. Alles wat jij benoemd hebt is nationale politiek. Je denkt vanuit een nationaal gegeven, we willen het land vooruit helpen, we willen zorgen dat we op een eerlijke manier tot een prijszetting komen, we willen zorgen dat dat uitbuitende gedeelte van het land wordt uitgegooid en dat we eerlijk kunnen concurreren met de wereld, met onszelf. Maar de politieke
wil moet er zijn. Mensen zijn eerder loyaal aan hun partij dan aan de mensen die ze daar hebben gezet om ze te vertegenwoordigen. En dat is een structureel probleem in Suriname. Het is niet van nu. Bij Santokki zie je het heel duidelijk via friends and family. Maar elke van die presidenten heeft dit gehad. Alle regeringen die zijn gekomen hebben zich hier schuldig aan gemaakt. Anders was Suriname niet zo in deze ellende waarin het nu is. Want het land komt niet van vandaag op morgen in de ellende. Ik ben bang dat we praten over structurele ellende die nog verder gaat. En we moeten er van af. Dit kan niet zo nog verder gaan. Want het land gaat kapot. Ja. Ja, kijk Paul, je hebt helemaal gelijk. Dus nogmaals nu een andere vraag van oké, wat moet er dan gebeuren? Kijk, ik doe een beroep op de bevolking van Suriname. Maar ook vooral de intellectuelen in Suriname die hopelijk wat verder staan van de roofkapitalisten. Want vaak zijn die roofkapitalisten niet per se intellectueel. Die zijn gewoon op het geld uit. Een intellectueel, iemand die nadenkt, zoals jij ook, die ziet een groter en een ander plaatje. Wij zien een Suriname waarin iedereen moet kunnen verdienen en iedereen moet kunnen meedoen. We willen het licht zien. Op dit ogenblik ziet alleen maar Santokki een licht in een tunnel. En niemand weet welke tunnel het is. Welke tunnel het is. Hij ziet het licht. Er zijn geen tunnels in Suriname. Er zijn geen tunnels in Suriname. Dat betekent dat hij een bepaalde tunnel heeft. Maar ik weet het niet en ik bemoei daar ook niet mee. Waar het bij ons om gaat. Wij willen in het licht stappen en uit die donkerte waar we in geduwd zijn. En waar wij door onze eigen foute mindset in blijven draaien. Want nogmaals, wat wij zullen zijn, is wat we van onszelf hebben gemaakt. En als we nu terugkijken naar wat we hebben gemaakt, boy, mi begiara. Laten we besluiten met u toewensen dat u deze... dit gesprek van ons, dat u dat opneemt en ermee aan de slag gaat en het deelt onder uw vrienden en kennissen, want hier is iets waar we over moeten praten en we moeten dat woord vlees laten worden. Umeka kisis king. Paramaribo groet u en tot een volgende moment. Dus Span, ik kom weer bij u. Hoor. Dankjewel Aswin.